En welke stappen moeten er nog genomen worden om deze wegen, en dat is het belangrijkste, zo spoedig mogelijk een finale bestemming, een finale eigenaar te kunnen geven. Dank u wel. En dan nog drie wegen in West-Vlaanderen, namelijk de N309, dat is Brugge en Zedelgem, de N369, dat is Ypres, en de N391A, dat is in Avelgem. Dus die weesjes zullen door mij worden geadopteerd en dus worden ontweest. Maar ik herhaal, het gaat hem over ongewenste kinderen en een ongewenst vaderschap. U weet dat ik meestal een zeer fiere, een trotse West-Vlaming ben. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat vandaag, uw antwoord horende, toch iets minder ben. In die zin dat ik zelf vaststel nu dat mijn provincie, maar niet alleen mijn provincie, maar mijn provincie de verantwoordelijkheid die zij heeft ontloopt in deze. Ik hoor u zeggen, er zijn drie wegen in West-Vlaanderen. Het onderhoud daar laat de wensen over. Dat is ook wat de burgemeester van Avelgem onder andere duidelijk zegt in de media. Zij blijven of waren steeds bevoegd voor het onderhoud. Blijkbaar is dat onvoldoende gebeurd. En dan blijkt dat ze nog €300.000 zouden moeten terugstorten aan de Vlaamse overheid. Dat gebeurt ook niet. Dus ik vind dat bijzonder betreurenswaardig.